Oh, mijn buurman is visboer. Buurman is visboer. En het stinkt de hele dag naar vis. Appen op de fiets wordt strafbaar. Deze week werd bekend dat je na 1 juli niet meer mag appen op de fiets. De boete als je betrapt wordt is €95. Appen op de fiets is het mooiste wat er is. Of teletext bekijken of een foto van een vis. Ik heb een list gevonden, die staat echt als een huis. Die telefoon aan een verlengsnoer die ik intrik bij me thuis. Is die niet meer mobiel, hè? Nee, opgelost. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Wat nog wel mag, is je hand niet uitsteken bij het afslaan. De week is om, het weekend komt eraan. Het radioprogramma Evers staat op won gisteravond de Gouden Radioring. Presentator Edwin Evers was zeer blij met de prijs. Die Evers is een koning en ook nog eens een held. Dat hij die ring ging winnen, sta ik niet van versteld. Een lied, een straat, een lintje, hij heeft alles al gehad. En nu ook nog in dit liedje, nou wat een eer is dat. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag pas, het weekend komt eraan. Overigens natuurlijk gewoon altijd netjes 3 fem aan hebben staan. De week is om, het weekend komt eraan. Lammeneerapparaat nog uit en de frietband is maar gaan. Het is een weekend. De week is om, het weekend komt eraan. Ja, het weekend staat voor de deur. Tenminste, even kijken of dat ook echt zo is. Zeg maar de meester Mark. Ja, ik zie wel een klein lampje in de verte. Het weekend komt eraan. Ja, volgens mij komt het eraan, hoor. Ja! Ja, daar is hij! 3FM. Partij voor de Vrijdag. Avro Tros. Music Stars. En Bill. 3FM. Rob van de Radio! Gezellige mensen. Het is een weekend. Swedish House Mafia en One op 3FM. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Seconden over 8 over 7. Dit is Partij voor de Vrijdag en jij bent erbij. Tegenover mij de enige echte... Ceremoniemeester Mark. Ja, Pieter de Boon is er ook. Hey, goedenavond. Hallo, hebben we er een beetje zin in? Telefoon staat voor je open, 0909-1336, dat is de interruptietelefoon. Die kun je de hele show bellen en die moet ik opnemen. 0909-1336. Nou, kunnen we beginnen, denk ik. Ja, dat is goed. Hoe is het met jou? Goed. Ja, echt? Ja. Oké. Was leuk, gisteren, Radio Ring. En wat was het meest memorabele moment van de avond? Dat ik het kon presenteren. Vond ik redelijk... Memorabel. Memorabel. Dat ga je niet gaan vergeten. Want ik heb het wel eng gevonden van tevoren. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Uiteindelijk, ja. Maar wat was het leukste om aan te kondigen? Want je mocht niet de prijzen uitreiken of zo. Nee. Nou, het presenteren is ook leuk, maar... Nee, ja, zeker. Oh, het leukste om aan te kondigen? Ja. Oh, ik vond het vet dat Humbert de Tanden was. Bijvoorbeeld, ja. Voor de Radio Ring. Is toch lekker om te zeggen in zo'n zaal... Dames en heren, hier is die. Humbert de Tanden! Dat is lekker. En naar beneden lopen en dan even met Edwin Evers kletsen. Ja, en Willem van Kooten, ja. Die was, ja, dan moet je even terugzoeken op YouTube. Die, ja, dat een verhaal was een beetje lang. Dus je vindt dat wij af en toe lang praten? Dan moet je Willem van Kooten. Ja, als je nu begint, dan haal je de tijd van dit programma niet. We zijn erbij tot 10 uur. Dit is Partij voor de Vrijdag. Laat je likken. Je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Op vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het olijpa? Ja, 3FM staat op zijn kop. Rob heeft weer te veel koffie op. Ja, wat een onzin, wat een meuk. Gelukkig zijn de wapenen. Oh, zet de uit de hertogkamp. Hij maakt er weer een rotzooi van. Robby, Robby,
aantal keer gedaan. Floris en de Machine op 3FM. Moderation. En daarvoor nog Muse en Pressure. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag ik toch gewoon. Hangt er aan de interruptietelefoon? Dan 909-1336. Dan kun je naar bellen. Hele avond tot 10 uur. En dan neem ik je gewoon standaard op. Want opneemgarantie, die staat aan. 909-1336. Hallo, met wie spreek ik? Goedenavond, met Tom. Goedenavond. Ik wil jou ten eerste even complimenteren voor gisteravond. Oh, dankjewel. De radio ging gala. Dat was echt geweldig. Oh ja, heb je gekeken? Ja. Vanuit, hoe heb je het tot je genomen? Nou, ik heb uiteindelijk dingen gezien via social media. Oh zo, ja. Je hebt het met de livestream of zo. Of je hebt gewoon stukjes gezien. Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, nou, leuk. Dankjewel. Ja, dat was punt 1. En dan? Nou, punt 2. Ik heb een aantal dagen geleden heb ik de poster weer binnengekregen. En hij is echt geweldig. Ah, top! Nou, als je nu meekijkt via 3vm.nl/live of je checkt het later via YouTube. Ja, dit zijn trouwens ook die stickers. Dit zijn die stickers geworden. Daar heb je op de radio helemaal niks aan, maar kijk het ook terug. Want dit is ook op YouTube trouwens. En dit is die poster en die kun je winnen door mee te doen aan de twee categorieën spel. Had jij dan de leukste inzending of was jij nog van aflevering 1 toen we nog leuke, gewoon gratis weggaven? Ik had hem gratis weggekregen, ja. Ja, precies. Ik was een van de tweede, derde of zo bellen toen de tijd. Ah, ja. Is het wel handig, Mark, dat we die dingen zo, dat die zo exclusief zijn? Is het niet handiger voor Partij voor de Vrijdag dat iedereen gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n poster hebben achter het raam? Ja, maar dan gaan we wel een stagiair zoeken. Wat? Die dingen moeten opgestuurd worden? Ja, die dingen moeten in zo'n kokertje en dan moet zo'n ding op. Oh ja. Maar we kunnen het wel iets minder exclusief maken. Ja, wat dan? Ja, ik zou nog niet weten per se hoe. Als je de eerste beller bent, nu. Ja, of de eerste 10. Of de eerste met een goede mop in de uitzending. Hey, dat is nog nooit gedaan op de radio. Ja, of zoiets. Of zoiets. Of iets anders, hè? Heb je ook zoiets? Bel dan even. 9-9-1. Of gewoon een heel goed verhaal. Of gewoon verhaal. Echt en kort. Ja, maar ja, wie... Wacht, moet even hoesten. Ja. Goed, dan de microfoon even. Viel niet op. Ja. Nee, dat bepaal jij. Wie bepaalt... Ja, bepaal jij dat? Ja, nee, jij bepaalt het. Ja. Ik vind dit nog niet sluitend. Maar dankjewel Tom en voor het compliment en geniet van de poster. Ja, dankjewel. Nog een fijne avond. En prettig weekend. Prettig weekend. 9-9-1-3-3-6. Ik ben Rob, wie ben jij? Hallo, goedenavond met Sam. Goedenavond Sam, met Rob, zeg maar. Vanuit mij ook nog ten eerste de compliment. Wat was jij ja, goed, hè? Ik kan niet tegen kritiek en ik kan niet tegen complimenten. Oh, maar hij was goed, hè, gisteren? Ja, ik vond er niks aan. Nou, heel goed. Zeg, Sam, wat kan ik voor je doen? Nee, maar ik ben, dat mag wel gezegd worden, toch? Ja, nou, een keer. Dat mag. Ja, zeker. Ik, Ik heb gewerkt vandaag en verder moet ik stand-by blijven voor het werk. Dus ik wou vragen of je misschien een plaatje voor mij kan draaien. Wat kan ik voor je draaien? Als het kan, 30 seconds to Mars met Walk on Water. Walk on Water, ik zet hem erbij. En wat heb je gedaan vandaag dan voor werk? Ja, ik werk in de horeca. In de horeca. In de horeca. Pieper de piep. Pieper de piep. Piepers. Hoera! Nee? Jawel, dat is goed. Ja. Lang zal die werken, lang zal die werken, lang zal die werken in de horeca, in de horeca, in de horeca. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, en heb je nou stand-by dienst en je werkt in de horeca? Hoe werkt dat? Ja, Als er in één keer een schnitzel gebakken moet worden. Nee. Ik heb vandaag dan gewerkt en de rest moet ik stand-by blijven. Als er collega's uitvallen of ziek worden of wat dan ook, moet ik meteen komen. Het is wel kut, want dan kun je niet even lekker weg. Nee, ja, vandaag dan wel toevallig, maar de rest niet. En wat de doe je dan als je stand-by bent? Nou ja, gewoon niks doen en... Ja, radio luisteren en een beetje wachten tot ik gebeld word. Jeetje. Dan krijg je wel gewoon betaald? Nee, dat niet. Hè? Nee. Dat kan helemaal niet, Sam. Ja hoor, dat is echt waar. Je moet voor je werk stand-by blijven. Dan kun je niks doen en dan... Nee. Je kunt niet even lekker weg en dan krijg je niks voor. Nee, ik krijg pas betaald als ik ingezet word. Maar gebeurt dat dan vaak of zit je eigenlijk altijd voor niks te wachten? Meestal wel, maar soms is er ook helemaal niks, net zoals nu. Wat gek, dat is toch gek? Maar ik zou dat niet eens doen.
Zo, nou, ik zou gewoon lekker op vakantie gaan. Of een weekendje weg. Of, Dan moet je invallen, dan zit je in Zuid-Frankrijk. Wat zei je, Sam? Ik zei, ik heb niks beters te doen. Oh nee, dan is het goed. Ah, we hebben het dan over. 0909-1336 met Rob, wie ben jij? Hallo? Hallo, met Rob. Oh, hi. Ik wist niet dat ik aan de beurt was. Ja, nee, ja, nee, dat wist ik ook niet. Maar Arjan, zeg het maar. Ja, ik heb drie dingetjes. Ten eerste, zo, die poster. Nou, ja. Ja, ik houd kort. Nee, houd lang. Bart. Nou, dat is goed. Ik heb ook een redelijk lange mop. Huis en Belgen moppen. Oh, dat is voor de poster? Ja, de poster, daar moet je gewoon een pdf van maken. Kunnen mensen hem zelf downloaden of A3 uitprinten? Ja, hallo, zit ik hier dadelijk met 1000 posters? Nee, kunnen mensen hem zelf uitprinten. Dat is wel een goed idee, Mark. Om gewoon het een pdf te maken. Als je het zelf wil printen, dan mag toch gewoon? Ja, wordt die nooit zo mooi als deze. Precies, en dan win je deze erbij. Ja, ja, goed idee. Dat is een goed idee. Hoe kunnen we dat aanbieden op het internet? Op www.hierhebjedeposter.nl. Ja, dan moet je nu claimen, want er zijn altijd mensen die altijd één die erbij zit. Ja. Hier heb je de poster van Rob.nl. Nou, even een kwestie van tijd. Voordat hij er is. Bedankt, Mark, voor dit. Dan moet je altijd eerst claimen en dan op de radio roepen. Kut. Hoe claim je dat zoiets? Ja, dan moet je naar een... heb je een webhosting ding? Nee. Heb je niet iemand die een mannetje? Heb je geen mannetje? Ik heb geen mannetje. Ja, ik wel. Nou, doe dan even. Nee, het was Mark's idee. Oh, is ook zo. Ik ken dat mannetje. Wat was het nou? Hier is de poster van Rob.nl. Ja. Is wel echt slim. Poster van Rob. En makkelijk. Heb je net een rondje gerend, Arjan? Nee. Oh. Ik ben alleen heel verkouden. Oh, ik hoor jou echt helemaal... Sorry. Nee, geen probleem. Ja, nou, hier is de poster van Rob.nl. Dat is punt 1. Ja. Oh, je had een goede mop voor die poster. Ja. Kom ja, maar in. Ja. Oké, okay. Dus een Nederlander die wil graag bellen. Stop, worden. Ik doe even een moppenmuziekje. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, dus een Nederlander die wil ontzettend graag Belg worden, dus hij gaat naar het Belgisch consulaat en vraagt wat hij daarvoor moet doen. Nou, zegt die man van het Belgisch consulaat, alvorens jij Belg gehuurd worden, dan moeten we toch eerst de helft van uw hersens weghalen, want anders gaat het intelligentiecoëfficiënt bij de landen veel te veel omhoog. Nou, die man die wil dat heel graag, dus uiteindelijk gaat hij toch onder een mes. De chirurg die komt bij hem en zegt, meneer, 9 van de 10 keer gaat deze operatie fout, hè, maar de vorige 9 patiënten zijn overleden, dus je hebt 100% kans dat u het haalt. Dus de man gaat gerustgesteld onder een mes. Komt bij, staat die chirurg naar zijn bed. Er is toch iets fout gegaan. Hè? In plaats van 50% van uw hersenen, hebben 75% van uw hersenen weggehaald. Ach ja, dat kan maar niks maken. Als je dit gaat, mag los tegen Uban. Wat zei je op het laatst? In het Duits, dat kan maar niks maken. Als je dit gaat, mag los tegen Uban. Het is wel jammer als je hem op moet uitleggen. Oh, dit is Rob. Snap je hem echt niet? Ik wil wel. Ze gingen 50% van zijn hersenen weghalen. 75 en toen was hij geen Belg geworden. En toen zei hij, die man die zei dat. Ik dacht dat die chirurg dat zei. Waarom zou hij dat zeggen? Nee. Dat is toch geen Duitser? Dus hij heeft 75% van zijn hersenen. En zegt die man die geopereerd zou gaan worden, die zegt, heb ik niet gewoest. Leuk, en wat is punt 2? Nee, punt 3. Oh, was dit al punt 2? Ja, de mop was punt 2. Punt 3 is, zou je Star Trek Across the Universe eens een keer willen draaien? Van de Firm. Ja, die. Je moest het even opzoeken. Ja, dat klopt. Ja, dat probeer ik iedere zaterdagmiddag te doen. Ja, daarom. En dan zeg ik dat je er even... Ja, je vraagt hem aan. Ja, dat kunnen we... Ik zet hem gewoon onderkantje papie en dan zien we het wel. 30 Seconds of Mars bedoel ik. En dan zien we het wel. Toch, Mark? Of hij nog voorbij komt. Ja, nee, ja. Je weet maar nooit. Ik probeer dat morgen sowieso weer. En dan, als er dan binnen een minuut niemand belt, dan gaat hij de radio op. Maar dat probeer ik al 3 jaar, dat lukt niet. Als Arjan er nou eens voor zorgt dat heel Nederland niet belt. Ja, hoe gaan we dat doen? Op een vriendelijke manier. Natuurlijk, hè? Niet op een soort... Nee. Wij zijn sympathieke mensen. Ja. Bij deze het verzoek aan heel Nederland. Zouden jullie morgen alsjeblieft een minuut lang niet willen bellen? Dankjewel, Arjan. En zeg eens nu in de bioscoop. Nu in de bioscoop. Prettig weekend. Prettig weekend. Vrijdagavond, iets na 7. Lang gaat Rob weer van de rit. Ah, goedenavond, gezellig, ja. We zijn begonnen, laat je lekker linken. Prettig weekend op 3FM. En bel naar de radio 0909-1336. Dit is de jeugd van tegenwoordig. En what's kapot?
props voor de highest rocker. Hier op tegenwoordig WhatsApp. 1:30, vrijdagavond. Goedenavond, Rob van de Radio hier. En dit is een ding, Mark. Want ik zeg net, je kunt die poster er dan gratis downloaden. Dat moeten we doen. En dan zei jij, hier is de poster van Rob.nl. En die kunnen wij nu al niet meer claimen, want iemand heeft dat zojuist gedaan. Ja, 1 minuut. En dat is iemand hier met de achternaam Mol. Eén website. Eén URL. Wie heet er met de achternaam Mol? Of diegene ons heeft wilt bellen. Ja. 0909136. Want dan krijg je van ons die PDF van die poster. En dan moet je even zorgen dat die op die website komt. En dan, weet je. Maar kun jij wel een programma maken wetende dat dat nog niet geregeld is? Nee, eigenlijk niet. Maar het is ook weer zo. Het scheelt mij ook €2 zoveel voor het claimen van die website. Dat heeft er iemand gewoon zelf. Ja, is ook zo. Dus als je diegene bent, bel even. Dan regelen we het even van hier is de poster van Rob.nl. Want dan kun je daar de poster van Rob downloaden. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? 0909136, Partij voor de Vrijdag met Rob. Robby! Wie is het? Hey, met Dylan. Hey Dylan. Hey, lang geleden hè? Nou, dat is inderdaad. Ja, wat kan ik voor je, wat kan ik voor je doen? Nee, ik wou iemand feliciteren, want vanavond heb ik eigenlijk een feestje, maar ik moet werken. Oh. En die gaan onbeperkt zuipen, dus ik denk ik doe het nou maar vast. Ja. Voordat hij dadelijk na 12 uur ondersteboven in de kroeg staat en ik hem niet meer kan feliciteren. Ik snap het ook. Ga je gang. Dus bij deze, Tom jongens, Pekje, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En waarvan akte? Yes, prettig weekend. Prettig weekend. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? 0909136, ik ben Rob, wie ben jij? Ik ben Nicky. Ik ben Nicky. Zeg maar Nick. Of niet, is het gewoon echt Nicky? Dat is wel heel vrolijk, hè? Ja, dat is misschien iets te vrolijk zelfs. Ja. Nicky, ja, zeg het maar. Ik bel omdat ik hoorde net zo'n jongen die had stand-by dienst van de horeca. Ja. Ja, en ik heb ook stand-by dienst, maar dan in de vrachtauto-service. Ja, maar dat snap ik nog. Ja, maar die dingen die blijven maar kapot gaan, hè. Ja, vrachtwagen. Elke dag weer. Maar een soort piketdienst. Jij hebt beldienst en dan moet je bij je telefoon blijven. Als al een vrachtwagen kapot is, dan bellen ze jou. Ja, ik ben nou net onderweg van eentje die was kapot, dus die heb ik even geholpen. En krijg jij dan betaald als je moet wachten? Ja, ja, wij kregen gelukkig wel betaald. Daarom denk ik wel even bellen, want ja, wij worden dus wel vergoed gewoon normaal. Dat is gek, wat heb je, zeg maar, stand-by dienst of oproepdienst, dan kun je niks doen. Dan kun je niet naar de kroeg, dan kun je niet naar de film. Nee, nee. En dan krijg je niks betaald, dat vond ik heel gek, van Sam. Ja, ik zou het eigenlijk niet doen als het jongen was. Nee, maar ja, hij doet het wel, omdat hij toch wil werken, ik snap het ook. Ook weer credits. Maar. Hey Nicky, ja, dan kan hij misschien beter bij ons komen werken, dan verdient hij veel meer. Dat is waar, maar hij weet natuurlijk niet hoe vrachtwagen werkt. Nee, ik denk het ook niet. Als je een boterham kan smeren, kan je ook een motor smeren, toch? Ja, dat is vrij makkelijk. Het is allemaal vrij snel te leren ook, als je een beetje slim bent. Ja, dat is waar. Als je een beetje slim bent, is alles makkelijk. Ja, 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 dat klopt. Hé, hey, prettig weekend! Ja, jullie ook. Dankjewel, hè. Houdoe. Ja, doei. Dit is zo, ik zit net in Douwe Bob. 0909136 op de valreep nog. Wie is dit? Ah, die Rob. Hey. Barry spreek je. Hey Barry. Hey. Hey, ik heb de domeinnaam ook geregistreerd voor je. En ben jij het? Ja. Ben je Barry Mol? Ja, klopt. Goedenavond. Hey. Zal ik jou even die PDF sturen? Ja, lijkt me goed. Dan zeg ik hem wel even op. Oké, okay, blijf hangen, dan regelen we. What's Spotty gotta do to get a drink of soda pop around here? Fox Stevenson en Sweet. Rob. 3FM. Vandaag werd bekend, of gisteren eigenlijk, dat appen op de fiets €95 gaat kosten. Als je aangehouden wordt. Dus als je dus in het bericht staat dat je. Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Heb je het gelezen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, jij kwam ermee langs. Ik had het bericht wel gehoord, maar het deed me niet zoveel. Want ik dacht, nee, ja, ik vind het wel logisch, want het is wel Link. Ja, maar het jij is ook Link. Je bent iets verder de regelgeving ingedoken, volgens mij, of niet? Ja, ik dacht namelijk, het is verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Dat wil dus zeggen, na 1 juli, dat als ik 3 juli op de fiets zit, ik kan dus na 1 juli aangehouden worden als ik op de fiets zit met een vibrator. En laat dat nou net een hobby van jou zijn. Op de fiets met een mobiel elektronisch apparaat. Namelijk. En dat mag niet. Precies dat ritme is het ook. Dat mag niet. Oh. Of een zaklamp. Of we hebben een kruimeldief. Zit hij met een kruimeldief op de fiets? En ze zeggen, hallo meneer, wat denk je dat we doen zijn? Gewoon zuigen. Ja, dat mag niet, hè? Ja, gewoon zuigen. Ja, stiekem bellen met een kruimeldief. Kan toch helemaal niet? Ik heb de hele week gewerkt. Ah, normaal doen we allemaal, zeg. Eerst had ik het niet gemerkt. Maar nu is het begonnen. Ik stap de deur uit en ik ga het weekend achterna. Oké, gezellige mensen, zingen! Oh, kon het maar altijd weekend zijn. Kon het maar altijd weekend zijn. Weekend is de mooiste tijd van het jaar. Het is net begonnen. Een paling. Lekker. Ja, dit is dus mijn favoriete liedje van dit moment. Zo, even alle knoppen gehad. Eva Max en Sweet But Psycho. En ik weet dat er een enorme knallende hardstyle remix van is. En die is eigenlijk ook vet. Moet je even checken als je leuke avond wil hebben. Vraag dit even aan in de kroeg. Eva Max, dat is A-V-A-M-A-X. En Sweet But Psycho. Dat is ook echt een goede melodie. Daar kun je echt allemaal teksten op verzinnen. Dat psycho. Het is gewoon goed. Melodietje is goed. Zoals? Ja, het maakt echt niet uit. Het is allemaal Oh, mijn buurman is visboer. Buurman is visboer. Het stinkt de hele dag naar vis. Oh, mijn buurman is visboer. Buurman is visboer. Overal kippenleer. Ja, het maakt echt niet uit. Is dat mooi? Kijk een duif op een brommer. Een duif op een brommer.
een snelle duif. Hey, een duif op een brom. Het maakt echt niet uit. Oh, dit is kan ook gewoon. Oh, ik ben naar de kloten. Ja. Ik ben naar de kloten. Oh, ik ben naar de kloten. Lekker. Het is, is dat carnaval, Mark? Het is nog. Nou, we gaan dadelijk kijken hoe lang het nog is. Maar het is nog niet. Over een half uur heeft iemand dit weer gemaakt. Nou, dat moet dat zo lang duren. Oh, ik ben aan de klote. Ben aan de klote. Alles opgedronken. Oh, ik ben aan de klote. Kijk naar de klote. Ja, la, 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 la. Moet wel een toetsetje bij nog. Hij staat de kloten. Koortje. Hij staat de kloten. La 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 la. Zijn buurman is vis. Buurman is vis. Dat is ook leuk, toch? Mijn buurman is visboer. Dat kan ook. Dat is, met carnaval maakt het allemaal niet uit. Dat zal je gebeuren wel. Dat wil niet zeggen dat hij zijn werk mee naar huis heeft. Want hij gaat gewoon met die kar. En dan zie je dat hij die vis staat te bakken op de oprit natuurlijk. Nou, dat weet je niet. Dat weet je. Misschien is wel visboer aan huis. Dat zou kunnen. Tijd voor de vrijdag. Ogen open en volle gas het weekend in met de Guano Waves. Open your eyes. Op 3. Categorieënspel. Met Rob van de Radio. Mark, hoe zit het eigenlijk met die website waar mensen die poster kunnen downloaden? Ja, daar zijn we druk mee, hoor. Want er was vraag naar de poster van Partij voor de Vrijdag. Die win je natuurlijk alleen als je het twee categorieënspel wint. Ja. En de stickers ook erbij trouwens. En er zei iemand, kun je niet gewoon zorgen dat mensen die poster kunnen printen, downloaden en printen? Dat is wel niet zo mooi, maar dan heb je wel voor je raam hangen. En dan kun je altijd nog kijken of je die andere kan winnen, die goeie. En toen zeiden wij, ja, moet je eigenlijk hier is de poster van Rob.nl doen. En toen heeft iemand dat geclaimd. Ja, een paar seconden. Dat was Perry. Ja, hier, kijk, hier is de poster van Robert. En daar moet hij dan even op komen te staan. Maar jij bent er druk mee. Dus. Ja, ik ben er heel druk mee. Hoe lang duurt het nog? Ja, god, als het aan mij ligt, 10 minuten. Verder niet ongeduldig. Dus. Nee, uiteindelijk... Oh, hij linkt al door naar www.3fm.nl. Hier is de poster van Rob.nl. Oh, dat gaat in ieder geval. Hij doet het, de website werkt, maar dan nog even naar het goede link. Precies. Wat leuk zeg. We spelen een twee categorieën spel. Ja, dat is goed. Daar kun je een poster mee winnen en stickers. Als je de leukste bent. Als je de leukste woordspeling maakt met twee categorieën die zometeen van het rad afrollen. Want ja, zo een soort, soort pimpapet-achtige manier. Mark, zou jij eens willen draaien? Ja, zeker weten. Komt-ie! Zo, hallo. Ja. Gaat wel maar al. Wat is het geworden? Het is geworden tv-sterren ja. En persoonlijke verzorging. Persoonlijke verzorging? Ja. Zoals? Tandpasta. Oh ja. Zeep. Zeep. En dergelijke. En dergelijke. TV-sterren en persoonlijke verzorging. Voor Jill. Chris Zeepers. Misschien. Shampoo Jansen. Shampoo Jansen. Nivea Jinek. Misschien, nou ja. Als je dat leuker kan, stuur maar op. En win zo'n poster. Stuur maar een appje met de app van 3FM. Dat is gratis en kost tevens niks. En dat is gratis. Oh, dat zong is al. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. We speelden vandaag tv-sterren en persoonlijke verzorging. Dat waren de twee categorieën waar je op, waar je iets mee moest doen. Dan moet je een woordspeling mee maken of een grapje. En als je het leukste bent, dan mag je grabbelen in een grabbelton van 3FM. En je wint de stickers en de poster van Partij voor de Vrijdag voor achter je raam. Zo kun je de partij steunen en bekender maken bij de mensen. Zullen we de eervolle vermeldingen doen, Mark? Ja, dat lijkt me een goed idee. Dit zijn de eervolle vermeldingen voor tv-sterren en persoonlijke verzorging. Ronald, die zegt... Ja, wacht, dit moet ik even erbij halen, anders is dat helemaal niet volledig natuurlijk. Even kijken hoor. TV-sterren en persoonlijke verzorging. Crème Radakishun. Mensen die op de webcam kijken, doe de radio aan.
Doe de radio aan, want de radio is eigenlijk gemaakt om niet naar de televisie te kijken, maar om te luisteren. Dan Jordi, Badmuts en Adriaan. TV-sterren en persoonlijke verzorging. Jur. Waxley Snijder, ja. Martijn, Fred van Epileerapparaat. Jezus, is wel heel ver gezocht allemaal. Oscar die zegt, Tamponi Sinclair. Suus. Nou ja. Suus die zegt Humberto Tandpasta. Nathalie, TV-sterren en persoonlijke verzorging. Deo Blokhuis. Ja, kom er maar eens op. Hans, Scherard Joling. Scherard Joling, die is toch op de gieren. Neemt de winnaar niet op, Pieter? Nee, zie je paniek in mijn ogen? Ja, is het Oscar? Oscar heeft weer eens gewonnen, want potverdorie zeg, wat heeft hij een mooie ingestuurd. Maar hij moet wel opnemen. Oscar, bel ons. Ja, of neem gewoon op. Hallo. Of neem even je telefoon. Hallo. We zijn er bijna nog een stuk of 4-5. Ja, dus, en als hij wel niet opgenomen heeft. Ja, dan moet ik gewoon opgenomen hebben. Ja, oké. Okay. Linda, die zegt tv-sterren en persoonlijke verzorging. Zanger Asperinus. Met Romana op de scooter naar de apotheek. Krijg je wel hoofdpijn van, dus ja, dat klopt wel. Tim, L-Max Verstappen. Ja hoor, natuurlijk. Eervolle vermeldingen voor tv-sterren en persoonlijke verzorging. Sluit ik wel met Ilse, die zegt... Goedenavond, Gaston Deuze Starreveld. Oh. Kom er maar eens op, zeg. Maar Oscar, goedenavond. Oscar? Ja? Hey, je bent de grappigste van vandaag. Oh, dat is leuk. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee met welke, want ik zie er altijd 20 in. Oh, ja, dat is waar. Het is die ene met van die Chaka-man. Oh. TV-sterren en persoonlijke verzorging? Emiel Maandverband. Ja. Dat is wel goed. Emiel Maandverband. Brengt jou bij de Gabbelton van 3FM. Daar zit Mark met zijn hand in. Simon en Mr. Mark. En die gaat een prijs voor jou uithalen. Als jij stop zegt, dan in ieder geval, hè. Stop. Zo, bam, meteen. Wat heeft Oscar gewonnen, Mark? Hij naast natuurlijk die sticker en de poster. Stickers en poster van Partij voor de Vrijdag. Nou, dat is meegenomen. Ook nog 8 zelf te vouwen bedankdoosjes. Jezus. Bedankdoosjes. Nou. Bedankdoosjes. Wat is dat? Nou, je wordt bedankt. Dan daar kun je iets in doen. Een briefje. En het is een soort envelop, maar dan heel mooi. Het is een soort envelop? Ja. Het is een soort gebakje. Wat is het? Ja, precies. Je vouwt het dubbel en dan kun je iets in doen. En dan geef je het aan iemand en dan zeg je bedankt. Oscar, jij wint een bedankdoosje. Nou, hoe heb ik zonder gekund? Wat zeg je dan? Bedankt. Wat ga je ermee doen? Ik denk dat ik ze ga vouwen. Dan wens ik jou daar een prettig weekend mee. Jij ook, prettig weekend. Vorige week zijn we de stickers en poster vergeten. Ja, wel niet genoeg, maar die krijg je heus. Partij voor de Vrijdag. Zometeen George Ezra met zijn shotgun. Is Sigrid. And don't feel like crying. I know I should be ordering take-out. Sitting on my couch. That's what you do. De trapper van de week. Mijn favoriete plaat van dit moment om lekker op door te trappen als je nu in de auto zit, want er zijn helemaal geen files. Het is echt helemaal leeg op de snelweg. Je gaspedaal kan helemaal tot beneden en dan gaat het lekker op een plaat die, ja, die iets geks heeft. Die een beetje hypnotiserend is, die je eigenlijk van A naar B brengt zonder dat je het door hebt. Dat heb ik ook wel eens gehad op de fiets. Zat ik s'nachts, vrijdagnacht, naar 3FM te luisteren, naar Giel. En die zei dan, nou hier is een plaat. En dat was dan een beetje een soort, ja, hypnotiserend ding. En voor je het weet, dan denk je, ben ik al hier? Ben ik nou al bijna thuis? Dat is ook zo'n trappen van de week vibe. En dat heb ik met deze. Dit is de nieuwe van Deadmau5. Die heb ik ontdekt op... gewoon zoals je het vaker ontdekt. Op Spotify. In New Music Friday. Daar stond hij. En niet schrikken. Hij duurt een tijdje. Dit ding is namelijk 7,5 minuut. De trapper van de week. Maar het trekt je echt helemaal die weg over. De nieuwe Deadmau5 heet Polyphobia.
nieuwe Deadmau5. Die heet Polyphobia. Vet, hè? Dat trek je helemaal de nacht doorheen. Dat trek je overal. Als je de smiddags aanzet in de auto, dan kom je er ook. Martine heeft een audiobericht gestuurd. Ik heb het nog niet geluisterd. Moet ik het even doen, Mark? Of moet ik even... Nee. Waarom niet? Ja? Is het heel stom? Nee, ik heb geen idee. Oh. Hey, Robbie. Zo. Zou je Nirvana kunnen draaien, alsjeblieft? En groeten aan Mark. Laat hem maar weer eens contact opnemen met mij. Sorry. Want ik heb heel wat te vertellen. Wat is dit? Doei. Groetjes van Martine. Hè? Mark. Wat is dit nou weer? Waar komen wij nu achter, Mark? Ik kom hier echt slecht uit af en toe, jongen, uit dit programma. Mark. Dat is niet te doen. Wat gebeurt hier nou, Mark? Ja, wist ik het, Mark. Mark. Nee. Hey, Robbie. Zou je Nirvana kunnen draaien, alsjeblieft? En groeten aan Mark. Laat hem maar weer eens contact opnemen met mij, want ik heb heel wat te vertellen. Doei. Groetjes van Martine. Even lekker contact opnemen met Martine. Wat heb je allemaal met Martine dan, Mark? Ja, ik weet niet wat... Het was gisteravond weet laat. Ik weet niet wat ik meemaak. Het was gisteravond laat, maar zo laat weet ik het ook weer niet. Hey, Robbie. Hallo. Zou je Nirvana kunnen draaien, alsjeblieft? En groeten aan Mark. Laat hem maar weer eens contact opnemen met mij, want ik heb heel wat te vertellen. Ik zit Doei. Een beetje... Groetjes van Martine. Weet je wat leuk is, Mark? Ja? Het telefoonnummer staat erbij. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Ik zat een beetje dubio. Ik denk, ik wil wel weten waar het over gaat, maar eigenlijk ook niet. Nee, ik zou dat gewoon doen. Hoe is het? Hallo Martine. Ik moest contact met je opnemen, hoorde ik. Ja, het gaat natuurlijk niet over liefde, hè? Oh, het gaat niet over liefde. Waar gaat het dan wel over? Nou, over andere ontwikkelingen. Oh, dat kan niet gewoon aan. Dan is het... Oh, andere ontwikkelingen. Verkeerde knopje. 1 seconde. Ja. Andere ontwikkelingen. Wat voor ontwikkelingen dan, Martine? Vanwege mijn darmen. Oh, jezus. Oh, ja. Oh, dit is deze Martine. Je bent van de lege huiskamer. Ja, dat ook. Dit moet je even uitleggen. Nee, dat zoeken mensen maar op. Online, kun je het vinden. Martine, dat is echt heel lang. Het is veel te lang verhaal. Hoe gaat het, Martine? Gaat het goed? Of een beetje? Gaat het minder met mij? Oh, dat is wel echt vervelend. We gaan het buiten de uitzending even met je praten, ja? Oké. En dan spreken we elkaar misschien zo meteen nog even op de radio. Is goed. Oké, dag! Dag. Was het nou maar liefde geweest? Ja, dan was het eigenlijk beter geweest. Ja. Ik heb trouwens... dit is gewoon de opneemgarantie, hè? De interruptietelefoon, die staat open. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Nou, dan vraag je toch gewoon, wie hangt er aan de interruptietelefoon? Hallo, met Rob. Hallo, met José. Hey, José. Ja. Ah ja, als je denkt dat je iedereen hebt gehad, hoe is het met jouw darm eigenlijk? Je moet groeten hebben van mijn darm. Nou, wat goed, wat leuk. Nee, geen grappen daarover, want Martine had een darmprobleem en die was opgenomen in het ziekenhuis. Het ging allemaal goed, maar nou, we gaan het zo even horen met hem. Hey, José, Okay. Wat leuk. Ja. Ja. Wat, jij bent, voor mensen die jou niet kennen, ik moet het even uitleggen. Jij bent, hebt een liedje gemaakt voor als er geen files zijn. Ja, en ik ben van Etappesbar, de Spaanse peperenbus. Ja. En ik bel als er geen files. Ja, precies. Hey, en hoe is het thuis? Alles goed met de vrouw en de kids? Nee, gaat niet zo goed ook, Rob. Wat dan? Je bent toch wel lief voor Goeienita? Nee, is niet Goeienita. Dak is lek. Het? Dak is lek. Het dak is lek. Ja. Ja, dat is wel kut. Ja, het is vervelend. Wat dan? Wat is er dan gebeurd? Nou, José ging er kijken en lag allemaal witte spulletje op het dak. Wit spul? Ja, witte natte spulletje, glad en koud. Oh, sneeuw! Dat ken je toch wel? Sneeuw, er lag sneeuw op je dak. Nee, wat is er? Sneeuw? Nee? Nee. En omdat het koud, ook kachel heel hoog aangezet. Ja. En toen ging het spulletje smelten. Ja. En toen was het helemaal nat binnen.
Ja, dat is als je dak lekt, is dat niet handig natuurlijk. En nu dan? Nee. En nu is José lekker in de paella-pan gekropen in tapasbar. En ze zoeken maar lekker uit thuis. Er staat helemaal geen file. Niemand zit je op de hielen. Rij maar lekker met je wielen. Snel naar huis voor die tortilla. Rij maar, rij maar, rij maar, rij maar. Rij maar, rij maar lekker door. File is er voor de pielen. Want het is al wie ik er hoor. Je kunt nu snel weg naar je vrienden. Het is tijd om nu te gaan. Maar onthoud na die verkeer, ja, dat je de wagen wel aan staan. Wat was dat? Ik heb een keyboardje aangesloten. Dankjewel, José. Dag, Robin. Dag, tot ziens. En we hadden het toch over die, Eva Max met Sweet Put Psycho. Ja, ook wel oom en broer is een visboer. Nee, mijn buurman. Ja, die... Oh, mijn buurman is visboer. Mijn buurman is visboer. Ja, la, 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 ja. Het gaat nergens over, dat hadden we net in één keer, kwam erop. Dus ik had nog een keyboardje in de auto liggen. Dan heb ik nou even een tuba opgezet. Dit kan nooit even goed gaan. Even kijken of dat dan, of dat werkt. Dus weer... Goed laag, zo. Dus dan, ik weet niet wat de toonsoort is, maar... Oh, je moet even naar het begin, zo. Wat zou de grondtoon zijn? Gewoon een A meestal dan. Maar jij kan dat ook gewoon echt. Twaalf jaar keyboardles, hè? Je moet het akkoord vinden. Dat is bijna helemaal goed. Ja. Mijn buurman is visboer. Maar dan even goed. Ga je dit nog even tijdens de volgende plaat even uitvogelen? Ik ga het even. Ja, precies. Nou, het is bijna carnaval toch ook? Nou, wat mijn buurman zijn? Is visboer. Ja, is het dan Rob en zijn Robetjes? Nou, dat weet ik niet hoor. Oh, ja, ik wil net Helsi gaan draaien. Hallo, met wie spreek ik? Hoi, met Arno. Hey Arno, zeg maar. Ik wil Maud nog even de beste wensen. Nee. Ja. Jij doet het daarom. Ik zit... Ja, die Helsi die kan wel uit. Nou, dat gaat niet. Het kan nog, hè? De beste wensen nog trouwens. Ja, de allerbeste wensen voor dit mooie nieuwe jaar. Er staan weer 12 super... Dit is gewoon een C. ...maanden voor je klaar. Ja, de allerbeste wensen. Ik zul het echt niet uitbelang. Want ik wens mezelf de allerbeste wensen. Een prettig weekend, Arno. Leuk, fijn weekend. Arme Helsi, nu al. Arme Helsi. Ja, daar komt zo een tuba doorheen, hoor je bang van. Nee, zo ben ik niet. Ik zie die twinkeling in zijn ogen. Zoals de Fransen zeggen, jet rebel en tonight op 3FM. Ik heb het gevonden wat het akkoordenschema is. Oh! Het is voor die Eva Max carnavalsknijter. Doe eens met muziek. De mensen die het echt kunnen. Dus als het nou in C stond... Daar draai ik mijn hand niet voor om. Dat kunnen we ook doen. En dan wordt het nat.
Ja, dan moet je het omtransponeren. De heren van de kapotte kachel zijn hier. Goedenavond trouwens. Hallo. Eén bij één, maar je mag... Nee, dat mag wel. Mijn buurman is vis, dat is helemaal niks. Ik vind het leuk geprobeerd. Mijn buurman heeft een viskraam en die staat in Volendam. Nou, daar kom je zo uit. Die complete, dat, ja. Maakt niet, dat maakt me geen zorgen. Vis kan niet verkopen, maar ruikt hem weer van de kant. En dan gaat hij naar huis. Dan met de goede akkoorden. Mooi die modulatie ook nog. Echt erin, op moeten letten met keyboardles. 12 jaar, hè? Ja. Toch in de carnavalssetting zijn. Carnaval komt er weer aan. Even kijken hoeveel dagen er is tot carnaval. Ceremoniemeester Mark, ja, ik heb die gulden weer hier in weg. Het apparaat waar dat in moet, dat is zo oud dat er gewoon gulden in gaan. Dus we moeten daar even... Daar zijn mijn vriendin gisteren ook. Ja, precies. Ik heb hem. Ja, daar ga je gang. Ja hoor. Nog. Dan staan we weer in het café en... drie nieuwe inzendingen waar je op kan stemmen. Die komen volop naar me toe via rob@3fm.nl. Stuur je carnavalsplaten nog in. Als je ze nog hebt gemaakt. Het is wel een beetje laat om er nu nog mee te komen. Maar het kan nog. rob@3fm.nl. Het is nog geen carnaval. De winnaar van die stemming komt optreden in Partij voor de Vrijdag tussen 7 en 10 op vrijdagavond. Vorige week zat in de stemming Johnny Purple. Is het al af? Jack Snack met Hey Schat, zet de frietbal nog eens aan. Maar de winnaar is hier. De mannen van CV de kapotte kachel. Het duurt lang in dit muziekje, ja, maar dat zit er nou helemaal in. Heren, kapotte kachels, welkom. Hallo. Dankjewel. Ik kan wel zeggen, een fenomeen. Zeker. Insgelijks, Rob van de radio. In Brabant gaat dat helemaal los, jullie plaat. Ja, daar gaat keigoed. Voor de mensen die jullie niet kennen, stel jullie even voor. Wij zijn CV Kapotte Kachels. Ja. Hallo. Je hebt de microfoon ongeveer in je huig zitten, dat hoeft niet hoor. Dat mag het ook zijn. Ja, ben je sportverslaggever in het dagelijks leven? Ja, daar is het snorretje, dan kan je hem opzetten. Ja, la la. Nee, ja, la, la, la. Ik dacht dat iemand dat een hele lange uitzending. Ja, drie uur, hè? Pak het op, de ja, 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 la la, ja, la la. Van de kachels, jullie hebben een nummer gemaakt. Waar gaat dat over? Dit nummer gaat... wij staan wel eens in Amsterdam in de kroeg. Kei gezellig. Wat doen jullie dan in Amsterdam? Ja, dan wil je een pilsje drinken. Kom uit Brabant naar Amsterdam om pils te drinken? Absoluut, dat doen wij af en toe. En dan staan we daar en dan staan we aan de bar en dan zeggen we... Hey, mogen wij twee pilsjes alsjeblieft? En dan vragen ze... Ah, kom je uit België of zo? Heel de weg geoefend. Ja, heel goed. In de auto ging het beter. Nee, dit was top hoor. Dit was goed. En dan denken wij, jezus, dat is helemaal niet nodig. Kijk, nee, ze snappen dat niet. Wij zeggen gewoon Nederland, kei gezellig. En... Nee, Mark, sla het nou een keer over. Eindelijk een keer geëngageerd, zeg. Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, la, la. Nou, ik hoop dat we er niet nog een keer komen bij dit loopje, want ik word er helemaal gek van. En jullie hebben een nummer gemaakt over die Amsterdammers. Ja, en dat heet? Het heet Terug over de Maas. Meg Allem. Jullie hebben het erover dat jullie al die mensen terug over de Maas sturen. Ja, absoluut. Ja, kijk, het is gewoon, als mensen het hele jaar naar Brabant komen, dat is kei mooi. Maar als je het hele jaar doet alsof Brabant er niet is, en dan alleen met de carnaval komt feesten. Ja, dat is niet genoeg. Dat is zonde. Dat vinden wij niet gezellig. We willen het hele jaar door feest. Dit is precies het standpunt van Partij voor de Vrijdag. Partij voor de Vrijdag heeft meerdere standpunten. Sowieso meer carnaval op de radio. Oh, zeker bij de NPO. Want het is het grootste volksfeest van Nederland.
en het wordt gewoon onder stoelen en banken gestoken. Bedankt. Dat moet je niet doen. Nee. Waarvoor een akte. En tweede is meer carnaval op de radio. Ja. Want er wordt onder stoelen en banken gestoken. Briljant. We hebben heel veel standpunten. Ja. Ja. Dat merk je wel. Het was een lange vergadering. Ja. Ja. Kunnen we nog even een liedje doen tussendoor? Want, nee. Oh, nee. Ja. Ja. Het zit in de brug. Ja, alleen maar als je het als er is. We gaan luisteren naar het chanson. Moeten we nog iets van tevoren weten? Heel veel plezier. Ja. En zing mee. Kan de studio het aan, denk je? Hè? Kan de studio het aan? Nee, maar dan zien we dadelijk alweer. Mooi. Toch? Ja. Dames en heren, daar komt ie. De carnavalsknijter van 2019. Wat een show, wat een show. In een kippenjaar komen ze buiten de ring. Al die noordelijke kwallen in een squadpak uit Beijing. Het hele jaar door Randstad mannen of we niet bestaan. Maar met carnaval, dan pas maar op, dan komen ze eraan. Handjes in de lucht, iedereen. Ik schub ze allemaal terug over de Maas. Allemaal terug over de Maas. Waar ze lauwe biertjes stappen en we carnaval niet snappen. Schub ze allemaal terug over de Maas. Doorgaans klinkt een zachte G voor hun als vreemde taal. Ze degraderen ons dan direct op provinciaal. Maar die diknekken, die maakt het met de carnaval niks uit. Nee. Het liefst stoppen ze vingertjes in Brabants bier of fluit. Ik schub ze allemaal terug over de Maas. Allemaal terug over de Maas. Waar ze lauwe biertjes stappen en we carnaval niet snappen. Schub ze allemaal terug over de Maas. Ja la la la. Ja ja la la la. Het wordt zeker weer niks kosten. La 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 la. Trompetje. Hots, hots, hots. De Intercity arriveert voor Brabant plagiaat. Op zondagmiddag 1:30, dan ben je al te laat. Want carnaval, dat vierde niet op een halve dag. We zuipen hier van donderdag tot dinsdag in de nacht. Ik schub ze allemaal terug over de Maas. Allemaal terug over de Maas. Waar ze lauwe biertjes stappen en we carnaval niet snappen. Zelfs de schik niet goeie koop is de gezelligheid vaak dood. Waar ze Amas naartoe verhuizen en hun afkomst dan verguizen. Schub ze allemaal terug over de Maas. Nog een keer, la 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 la. Stelletje, stelletje. Zakken. Op de vloer, op de vloer. Iedereen. Oh, slotverdullen, die kan allemaal, jongen. Die nekt me iedere keer weer. Ik voel me eigenlijk net een kapotte kachel. La kapotte kachel. Ja, jongen. Het enige wat ik nog doe, is roken en uitgaan. Hé, wat ligt er hier bij Rob Montesenbroek? Daar is die pot van niet van. Daar ligt hij nog allemaal op. Gans erop. Het is top, toch? Ja. Zo, eindelijk een beetje sfeer is. Ja, zo, en nou ja, naar bed. Ja. Ik ben kapot. Ja. Dankjewel. En er is ook nog een verrassing voor jullie. We hebben iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik? Dag, met Johnny Purple. Het is Johnny Purple! Johnny Purple! Echt, altijd. Jij was ook genomineerd voor deze ronde. En net niet gehaald met Is het al laaf? Ja, net niet gehaald, maar ik denk het terechte winnaar, jongens. Ja, dankjewel, Johnny. Wij ook voor jou, jongen. Ja, dan gaan we binnenkort een keer een biertje drinken. Wel twee, denk ik. Onze paarse vriend. Wordt een druk jaar met carnaval, of niet? Je ja, van de kachels overal tegenkomen, denk ja, ik. Wij kachelen door het hele land. Ja, en vanavond al bijvoorbeeld? Tilburg. Oh, ja, bij Vulgaris. Vulgaire. In de Tilburg, ja. In het brandpunt, gaan we even de tent afbreken voordat de mannen hun nummer gaan lanceren. Oh, die hebben cd-presentatie. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Single-presentatie, wat het is. Ja, presentatie. Dus ja, daar gaan we echt onze kachels uithangen. Ja. Mooi, ja. Mooi. Vlammen met stoompijp. Nou, veel plezier en een fijne carnaval. Yo, jij ook, Rob. Dankjewel. Is er voor volgende week natuurlijk ook gewoon een verkiezing.
En dit is optie A volgende week. Dubbel feest en lekker drinken. Gaan omhoog. Hey, open we staan droog. We willen als het kan lekker drinken. Vandaag tot deze dag. Dat alles kan en mag. Nu gaan we met z'n allen lekker drinken. B, dat is Chef Soldaat uit Hoeve. En die gaat op de stuiterstormbaan. Kom, laat je gaan, gaan, gaan er tegenaan, aan, aan. Alle leutige soldaten staan vooraan. Leutig! Dus laat je gaan, 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 het feest is aan, aan, aan. Op de stuiterstormbaan. En C, dat zijn T en Jo. En als je het niet wit. Als je het niet wit. Als je het niet wit. Nee, is goed hoor. Kun je altijd nog behangen. Als je het niet wit, ja, dan kun je er altijd nog behangen. Allemaal zee, allemaal zee. Is toch echt, ja, ja, dat is geniaal. Ik wil niet, ik kan niet, wil niet de stemming. Altijd nog, als je het niet wit, als je het niet wit, kun je altijd nog behangen. Als je dit nou niet verstaat, ja. Wat zegt ze? Als je het niet wit, kun je altijd nog behangen. Ja. T en Jo, dat is optie C. B, Chef Soldaat, de stuiterstormbaan of A, dubbel feest, lekker drinken. Stemmen kan nu via robvanderadio.nl. De rijbaan is dicht, je moet daar over de vluchtstrook. Dankjewel. Er is groot nieuws, het is gelukt. Internethoofden hebben hun hoofden bij elkaar gestoken. En de rayonhoofden zijn bij elkaar gekomen. En voor iedereen die niet de poster van Partij voor de Vrijdag kan winnen... Die geen humor heeft of die dat niet doorheen komt... die niet de leukste is van de dag... die kan die poster vanaf nu downloaden en zelf printen... op door iemand anders geclaimd, maar nu wel geregeld dat hij erop staat. Hier is de poster van Rob.nl. Dit is het moment van de reclame. Hier had uw reclame kunnen staan. Zijn we zo laat dat het er niet meer toe doet, misschien? Nee, nee, dat kan niet. Toch? Ik heb op de knop gedrukt. Echt waar. Wat is er, Mark? Ik ren net die kant op. Ja, doe me. Heeft daar iemand weer... Je hoort er bijna niks van. Gaat hij daar even op het knopje drukken? Ja? Ook nee, niet. Ook niet. Nee. Kom, ja, maar die poster is wel leuk, hè? Ja. Koop spullen. Heb jij niet nog een reclame liggen? IT-bedrijf. Druk mijn suf hier, maar er gebeurt niks. Wat doe je daar? Wat? Moeten we even het verbindingscentrum bellen? Oh ja. Is dat leuk? Mm-hmm. Misschien. Wat is dat telefoon? Wat hebben hoor. Ik heb hier ook een knopje, een intercom. Nee, dat is niet leuk, toch? Wel, wacht. MCM. Ik heb het nummer al, hier. Hey, Rob hier van 3FM. Oh. Oh, CPR moet ik hebben. Ja. Hey, Rob hier van 3FM. Ja, geen reclame. Dan komt hij er dadelijk dwars doorheen. Dan heb je ook. Er wordt gebeld. Misschien zijn dat al. Ja. Hallo met radio. Hallo met mondharmonica Jesse opnieuw. Mondharmonica Jesse opnieuw. Mondharmonica Jesse. Ja, ik verzond het. Okay. Weet je waar de reclame is, of niet? Die is net op de radio geweest. Nee, ja, dat klopt. En toen hebben we altijd het nieuws. En dan hebben we nog nog een keer het andere stukje reclame. Is er wel reclame? Okay. Dat kan ook dat er geen reclame is. Dan heb je er nooit gehad dat er geen reclame is. Ja. Toch? Nee. Nou, Jesse weet het blij. Heeft de reclame verstopt. Ja, dat klopt. Eén reclame. Hij ligt in de Fiat Punto op de parkeerplaats. Dat zou kunnen, ja. Hé, Montemonica Jesse. Ja? Met die grote mond van je. Kun je ook Montemonica spelen dan even? Dan zoek ik even de reclame op. Nee, dat kan ik niet. Oh. Maar waarom heet je dan Montemonica Jesse? Dan is hij weer verdwenen. Hij zet de boel hier op zijn kop. En pas om klokslag 10 houdt hij het voor gezien. Wat is het toch een gekke gast. Een leuke maar een rare kwast. Hij haalt weer alles uit de kast. Leroy.
november. Als je nu in de auto zit en je voelt je, is dat een beetje hard, waarom? Ik denk dat de piano nou toch, dan kan ik beter met mijn eigen achtergrondmuziekje verspelen, toch? Of niet? Nee, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Kan je niet voor je neus staan? Nee. Oh, dat is zonde. Want ik zit hier op de knoppen en dan kan ik er niet bij. Oh, dus dan wordt het stijf nek. Als je nu in de auto zit. Welkom. Nou, je denkt, wat hebben we een slechte week gehad? Ik zou wel eens een opgevolgd kunnen worden. En dus, wat een weinig geluid op de radio, dat een beetje. Helpen bij me, dat is een leuke vrijdagavond. Geef me muziek, ik kies mee kan, waar ik dan een beetje de feestelijke de week mee kan. Nou, dit duurt te lang. Ik kan niet praten en speel het nadenken tegelijk. Dat is wel jammer, zeg ik. Kut, ja. Dit had ben je zo leuk laat gaan slapen anders? Nee, is. Nee. Hoezo? Vond je het niet adrem genoeg? Dan even een mopje verstellen. Weet je wat er op het dak van Van der Valk een toekomst staat? Doe jij eens even rustig op van de radio. Ga eens niet door elkaar heen zitten te praten met z'n tweeën. Weet je waarom dat er op het dak van Van der Valk een toekomst staat? Dit is een compensatiemopje. Zodat je ook eens ergens anders naartoe kan? Nee, om aan te geven dat je er naartoe kan. Oké. Grootste action van Nederland was afgebrand. 14 euro schade. Lampengast en Brace, Hartedief, Davina Michel duurt te lang, Unwritten, Natasha Bedingfield en Brainpower Vlinders in de mix. Fucking hands up! Oh, 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 oh. Het is wel beter dat we vrienden zijn. Oh, oh, oh. Want ik doe je hart liever geen pijn. We kunnen chillen, maar dat blijft vrij. Oh, oh, oh. I just wanna see you work, work. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, net een meisje in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik een vaak in overmaken. Je kon het emmers van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net een vaak over mij verteld. We zaten samen naar de tafel met een mondje slecht. Trekken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Zie je ogen dicht voor onze laatste set. En ik terug op mijn huisje met mijn bed. Shit. En morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hand, dan rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Undefined.
babe. De feestblender van vandaag, van de Lampengasten, de vrijdag feestblender. Kevin Little, Turn Me On, de Lampengasten, Embrace Heart, de Dief, Davina Michel, Duurt Te Lang, Natasha Bedingfield, Unwritten en Brainpower Vlinders in de mix. Partij voor de Vrijdag heeft 3 zetels en die staan hier buiten bij het 3FM-gebouw. Die zijn blauw en van leer, net als Fred. En daar zitten gouden stickers op met het logo van Partij voor de Vrijdag. En ik heb hier een klein gouden stoeltje. Dat is weer nieuw. Want het oude gouden stoeltje, dat was helemaal uit elkaar gevallen. Voor de mensen die naar YouTube kijken, dit gebeurde er vorige week. 1, 2. Dat is helemaal uit elkaar gevallen. En voor de mensen die naar radio luisteren, dat was niks, want dit kon ik niet zo erin starten natuurlijk. Ja, dat moet je dan maar eens opzoeken hoe dat werkt. Team Schijndel, goedenavond. Goedenavond Rob. Jij bent Robert. Ik ben Robert. Jij bent de teamcaptain. Ik ben de teamcaptain van vandaag. Wie heb je meegenomen? Ik heb meegenomen Peter Lichtenberg, André Miok. Goedenavond. Hey. André Miok, niet verwarren met... Met... Hoe heet die man ook alweer? René Miok. Miok. Van de films. Miok. Ja, precies. Nee, ja, nee, is het niet, hè? Nee, is het niet. Nee, niet. Oké. Nou, wat leuk. Jullie gaan meedoen aan Show de Boelen met Stoelen. Ja, maar we hadden even een ander plan. Oh. Mooi goud stoeltje. Super. Ja, is nieuw. Want we hebben die andere is helemaal aflenten. Heb ik gezien, Gaan we niet doen. Oh, wat dan? Oh, wat is dit nou? Dit kun je zien als omkoping. Is het niet? Nee! Ja, ja. Een gouden stoeltje. Een gouden stoeltje van kunststof. Ongelooflijk. Dat kan minder snel kapot natuurlijk ook. Ja, stickers net geplakt hier op de parkeerplaats. Wat goed, Partij voor de Vrijdag erop. De kapotte kachels hebben erop gezeten, helaas. Zijn al stickertjes gesneuveld. Kapotte sticker geworden. En kapot van de radio erop. Ongelooflijk. Ja, we hebben ons best gedaan. Je hebt gewoon je eigen gouden stoeltje. Gaat die ook weer mee terug? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Wij gunnen andere teams de kans om met dit stoeltje prijzen binnen te halen. Ja, maar... Ja, uiteindelijk hopen wij met ons eigen stoeltje natuurlijk bevooroordeeld te zijn. Denk je niet dat deze uiteindelijk moeilijker te bereiken is omdat hij verder gaat, omdat hij misschien wegstuitert? Nou, wij hopen dus, doordat wij dit stoeltje aan jou cadeau doen, dat jij het stoeltje niet zo ver weggooit. Oh zo. Ja, ja. Dat is een truc. Probeer. Het is het de bedoeling, net als bij Joe de Boele, maar dan met stoelen, om naar het gouden stoeltje te gooien in het midden, net als dat kleine balletje. En degene die daar het dichtst bij zijn, of de minste aantal centimeters haalt, ik begin even opnieuw. En degene die het minste aantal centimeters haalt tot het gouden stoeltje in het klassement, die wint een partijbijeenkomst van Partij voor de Vrijdag. Dan komen we naar je dorp toe, in dit geval Schijndel. Duidelijk, gezellig. Waar moeten we dan zijn? Achter de glazen boerderij hebben we een hele grote plaats. Markt. Ja, markt noemen ze daar. De markt, inderdaad. Ja. En daar... De markt. De markt van alle markten thuis. Precies. Heel goed. En tot ziens. En daar gaan we dan misschien heen. Gerard Joling komt. Die heeft al toegezegd. Oh, gezellig. Nee. Gezellig. Kom op nou. Niet? We hebben het hier toch over gehad, Rob. Hou hier even mee op. Oh, sorry. Ik dacht, ik kan gewoon roepen wat er komt. Ga je nou ook weer zeggen dat er gratis bier is, zeker? Is niet? Nee, natuurlijk niet. En de Benam? Wel Benam. Oh, wel Benam. Gratis Benam. Prima. Ja. Oh, nou bij deze hou ik je aan. Dat is fijn, die is binnen. Ceremoniemeester Mark, hoeveel moeten ze gooien om in de gouden zone te komen van de bovenste 3? Ja, nou, op 1 staat Delft met 16 punten, 2 Achterveld, 34. En de score to beat is van Deurne, 46 punten. Team Schijndel moet Deurne voorbij. Jullie moeten onder de 46 centimeter blijven. 40, 46 is te doen. Opgeteld, hè, met 3 stoelen. Ja, oh, oké. Okay. Ja, nee, zeker. Zeker. Nee, precies. Nou, zeker. We gaan het zien. Ik ga er maar gooien met jullie gouden stoeltje. Bij deze verklaar ik ook het andere gouden stoeltje tot een reserve stoeltje. En dan gaan we gewoon met deze door. Zeker weten. Toch, Pieter, dit is het hier, is het reserve stoeltje. Nee! Kijk daar, dit blijft wel beter heel ook. Nou, dit is wel leuk. Dit is echt een topding. Nou, ik ga ermee gooien. We gaan zien wat jullie afstand wordt. Dit is het gouden stoeltje voor Team Schijndel. 1, 2, wat? En hij is toch heel! Hey! Daar al blij om zijn in dit spel, dat is wat zeg. En hoe dit afloopt, dat hoor je zo meteen in de nieuwe editie van... Het is, zijn de 3 zetels van de Partij voor de Vrijdag. Die staan hier buiten de 3FM-gebouw. Het is lekker droog en niet zo koud, toch? Nou, moi.
Nee, ja. Binnen was het warm. Ja. Je hebt een carnavalsjaal om, geloof ik, hè? Ja, lekker is het, wat is het? Blauw, geel, wit, de kleuren van Schijndel? Dit zijn de kleuren van Schorsbos. Ja, Schijndel. Dat is met Schorsbos. Ja, Schorsbos. Ja, zeker weten. Ik ben daar een keer op een liedjeswedstrijd geweest. Ben je op een liedjeswedstrijd? Liekesvist. Ja. Ja. Ik weet niet waarom, daar waren we heen. Omdat we zagen dat het in de agenda was. Was je jury? Nee. Oké. Okay. Nee, jury. Nee, ik was daar gewoon een keer... Before it was cool. Was ik gewoon... ik weet niet waarom. Schorsbos. Schorsbos, ja. Toch? Ja, hoe kom je, hoe kom je er verzeld? Ja, weet niet. Hoe zat het nou? Nou, is helemaal niet interessant. Nee. Wel, voor mij, maar ik ga het straks even opzoeken. Robert, team Schijndel, Sjoerd de Boelen met stoelen. Jullie moeten met die drie leren zetels zo dicht mogelijk bij het kleine gouden stoeltje komen. En dan kom je misschien wel in aanmerking voor een partijbijeenkomst van Partij voor de Vrijdag. Gerard Joling, gratis bier, Beenham. Gerard Joling. Oh. Alleen Beenham. Oh, alleen Beenham. En we moeten dan drinken? Nou, bier moet je gewoon lappen. Wel. Ja, natuurlijk. Oké. Dus tegenwoordig €3, hè? Nou, ja. Hier. Veel geld. Nou, ik kan wel iets regelen. Oké. Okay. Robert, ga jij beginnen als teamketten? Ja, ik ga beginnen als teamketten. Oké, nou, de leren stoel die is voor jou. Je mag tot de lineaal lopen en dan mag je gooien naar het gouden stoeltje. Jullie eigen gouden stoeltje is speciaal gemaakt voor Partij voor de Vrijdag voor vanavond. Wat leuk, met de logo's erop. Die Robert, die heeft een bovenhals vast. Dat zie je nooit. Het gaat misschien helemaal kapot vallen, maar dat maakt niet uit als ze maar dichterbij is. Hij gaat gooien. Oh, wat mooi! Nee, is niet slecht. Niet slecht. Is niet slecht. Nee, is niet slecht. Dat is, denk ik 5 centimeter. Ja, ja. Of 10. Of 10. 15. Ja. Nou ja, en je moet onder de 46 blijven, wil je Deurne verslaan en zo in de gouden zone terechtkomen. Vooral Deurne, dat doet me zeer. Maar ja, oké. Okay. Daar ga ik niet tussen komen, denk ik. Peter. Ja, goedenavond. Jij gaat gooien. Ja, tuurlijk. En wat is je tactiek? Ja, zo dicht mogelijk bij het stoeltje. Dan moet het goed komen, lijkt mij. Dat is de regel, niet de tactiek. Maar prima, oké, goed. Ja, nou, die heeft hem bij de achterkant vast. Die heeft hem vast, was je een soort Jonas eigenlijk. En die gaat met de stoelen de poten naar achteren. Gaat Peter gooien, daar komt hij. Stof ligt! Oh, ei. Spijtig. Spijtig, nou ja, het is niet zo ver weg. Nee, het is niks. Oh. Had dichterbij gekund. Ja, dat is zeker. Dichterbij, je moet die andere er dichterbij gooien. Je moet hem tegen die andere aangooien. Oh, is dat de bedoeling? De andere dichterbij. Ja, ja. Die andere dichterbij gooien. Gewoon bovenhands rechterop. Bovenhands rechterop. Ik zeg bovenhands rechterop. Ja. Duidelijk, André? Ja, duidelijk. Dit kan ik klaar. Dit is de coach die spreekt, hè. Bovenhands gaat hij doen. Die stok die gaat... Oh, echt boven zijn hoofd. Holy shit. Daar gaat hij. Hij gooit er tegenaan. Ja, dat is gewoon tactiek, hè? André! Dat is gewoon picobello. Ja, hier spreekt een trotse coach, kan ik niks van zeggen. Dat is toch niet normaal? 100%. Ik zie je met emotioneel van ook. Ja, het is een trainingskampje, het is gekost, maar fruit. Fruit? Super. Fruit. Ja, precies, fruit. Ja, nee, ik snap het wel. Ik ga meten, jongens, ik ga meten. Deze ene stoel, die ligt... Veel te weg. Ja, veel te ver, maar die is met deze geraakt. En Pieter, het is toch de regel dat ze dan als één gelden? Ja, dat is één stoel, toch? Toch? Ja. Dat hebben we toch altijd gedaan op die manier? Ja. Nou, dan hoef ik alleen maar deze te meten. Lekker, Pieter. Ik ben gek op Beenham. Dan hoef ik alleen maar deze te meten. Dit is 20 centimeter. Zou betekenen dat als dit minder dan 26 centimeter is, jullie Deurne hebben ingehaald en in de gouden zone terecht zijn gekomen. Mag ik een roffel? Ik ga meten. De eerste stoel die is gegooid. Die lag al aardig dichtbij. Is dat minder dan 26 centimeter? Het is 24 centimeter! Jullie zitten in de gouden zone! Op een partijbijeenkomst. Jullie hebben Deurne weggespeeld. Deurne, Guus Wismans, de groeten. Wil je ook een keer meedoen? Geef je dan op. Rob@3fm.nl. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. James B. Best fake smile. En ze zijn hier binnen inmiddels. Geef ze nog een keer een groot applaus. Team Schijndel! Rob. 3FM. Dit is voor de weekend lunch opening. Dus ik wil bijna goedemorgen zeggen. Goedemorgen. Dat is niet goed. Je zeg je dat bij de lunch? Om 12 uur? Ja, maar dat is voor veel mensen in het weekend ook de ochtendshow. Oh. Om 12 uur. Ik ga dus wel eens naar het pretpark toe. Ik woon er in de buurt. De Efteling. Ja, de Efteling. En dan hoor ik dit. En dan denk ik, kut werk. Is dit de Efteling muziekje? Dat wist ik wel. Rob, mag ik jou heel even tussendoor ergens mee complimenteren? Ik weet dat je niet goed in bent in het ontvangen van complimenten. Nee, echt heel, heel slecht. Maar ik weet niet hoe bewust dit was. Dus je kunt het gewoon nog wegvuiven. Oh. Ja? Ben je klaar voor? Ja.
Ik werd vanochtend wakker. Ik dacht, ik ga even op mijn telefoon kijken op WhatsApp om te kijken hoe laat Rob voor het laatst online is geweest. Want ik wist dat jij gisteravond een klein biertje ging doen. Ja, die ging gala, ja. Of een drankje van het een of het ander. Mm-hmm. En ik was gewoon nieuwsgierig. Ja, dat zeg ik eerlijk. Ja. Ik dacht ook, hoe laat kan ik met Rob gaan appen over de show van vandaag? En heb ik wat aan hem vandaag? Dus ik kijk en ik vind het dus echt bewonderenswaardig. Ik wilde een groot compliment uitdelen. Dat jij zo in je rol bent opgegaan gisteren. Dat jij bent gaan slapen om 5:38. Ja, ik had hem meteen de stem even geteld. Ja. De stemmen zijn geteld. Ja. 5:38. Ja, dat vond ik knap. Echt ermee een groot hoor. Ja. Echt, dat is, ik wilde dat eerst is pas gaan... een eerbetoon aan Edwin Evers. Ik wilde eerst gaan slapen op 3:33, maar dat duurde heel lang. Music starts here. Hey, die poster staat online, hè? Dat meen je niet. Ja, hier is de poster van Rob.nl. When I saw you for the first time. Here with you op 3FM. Zometeen Sky is the Limit met Sky van der Ree. En die staat er klaar voor. En je kunt kiezen zometeen wat... Moet ik dan nog steeds opnemen, Mark? Ik zit net in de aankondiging. Ja. Ja, nee, ja, het is interruptietelefoon. Wie hangt er aan de interruptie? Heeft opgehangen. Oh. Dat gaat snel. Even opgangen. Ja. Dan hangt niemand meer. Ja, er was echt iemand. Ja. Wat was ik aan het vertellen? Referendum. Referendum? Oh, wat een chaos ineens. Waarom is het nou niet duidelijk? Oh ja, referendum. Ja. Nee! Niet gehoord. Ja. Kom nou. Wil je plaats A horen? We zijn er weer bij. Ja, ik wil plaat A horen naar de app van 3FM. Of ga je voor B? Oh, zit daar dat ding er niet in? Ja, dan wil je hem hebben. Toch? Jeetje. Dat is toch het idee? Is het Party Rock Anthem van LMFAO? Dat is B of A? Viva Hollandia, Wolter Kroes. Kom maar door, jij hebt het voor het zeggen in Partij voor de Vrijdag. Balthazar Entertainment op 3FM. Er zijn ook wel een paar stemmen binnengekomen voor Viva Hollandia, Wolter Kroes. Zeker weten. Maar Jacqueline, Oscar, Priscilla, Joost. Had ik Jacqueline al gehad? Ja. Jacqueline, Olmo, allemaal B. Allemaal Party Rock Anthem, LMFAO. Party Rock! Dit was Partij voor de Vrijdag van vandaag. Spreek je volgende week. Yeah. Als je meer wilt, check het op YouTube, Rob van de Radio of de podcast. Woo! Zometeen Kai hier. Ik spreek je vannacht om 2. Hoi. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Check 3FM altijd en overal via de 3FM app. Welkom bij voicemail. U heeft één nieuw gesproken bericht. Hallo, met Geert. Goedenavond, beste meneertje van de radio. Nu had ik... ik heb gekeken hoor, gisteren. Ja, bij dat Radio Ring Gala, hè? U stond daar zo, met dat pak en alles. Hè? Ik kreeg zowaar bijna de indruk dat u een nette heer bent. Hè? Een rechtschapen man. Een fatsoenlijke knaap met het hart op de juiste plaats aan het rikken tikken. Hè? En ik dacht, zeg ik eerlijk, ik moest u maar eens bellen met een complimentje. Hè? Echt waar. Ik zag u en ik dacht, dit komt uiteindelijk toch nog goed. Dit gaat, hè, de goede kant op. Waar een klein landje groot in kan zijn. Zo een awardshow die de landelijke radio zo mooi in het daglicht kan plaatsen. Hè? En dan kan er maar één op dat niveau en dat bent u. Goeie Grutte, wat een toonbeeld voor de kleine man. Een sprankje hoop in Nederlands lange dagen. Maar als ik dan die show van vanavond weer hoor, dan denk ik, wat is dit ongelooflijk slecht. Wat een drama, hè? Doe toch eens normaal. Die radioshow van u, die slaat helemaal nergens op. Einde bericht. En hier ben ik ook helemaal klaar mee. Thank you.
We zijn nog steeds aan de lijn.